De Fontys-studenten keken vanmiddag even vreemd op toen er een groepje verplegers op hun school voorbij kwam. De actie op de Raggersmolen was bedoeld voor de Brains Award die morgen in het Klokgebouw wordt uitgereikt. Alle studenten van mbo tot aan universiteit mochten hun ideeën insturen voor de Brains Award. In jury kiest morgen de student met het beste idee voor de stad. En de hoofdprijs is een geldbedrag van €6.500.